actie. Ik praat als een echte professionele prestatrice nog steeds door de bumpers heen. Maar dat geeft niks, want ik herhaal gewoon nog een keer wat ik zei. Rob Urgent en Joep van Deuzenkom zijn aangeschoven namens Cultuur in Actie. 269.073 deelnemers. Je vroeg even Rob, wat tellen we hier eigenlijk? Hoe telt hij precies? Hoe telt hij? Nou, iedereen die zijn stem denk ik achterlaat op de site. En ook iedereen namens wie jullie hier spreken en het bord achter mij tekenen. En soms kan dat een hele productie zijn, of een aantal schrijvers, of een aantal collega's, of je gewoon je gezin, dat mag ook. Dus tel ze alvast in je hoofd even op, dan kan je straks een mooi aantal toevoegen. Fijn dat jullie er zijn. Dat is wel een beetje willekeurig, dat je ineens je gezin kan... Ja, maar kijk, jouw gezin die komt er maar één keer op te staan. Ja, dat is waar. Ja. En als grote cultuurliefhebbers zijn ze dat? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Nee, nou misschien moeten we ze voor helft tellen dan. Fijn dat jullie zijn, man. Telt YouTube kijken mee? Want we hebben al kinderen in de puberleeftijd. We zijn het enorme cultuurliefhebbers. Ja. Rob, wat is er allemaal veranderd voor jou in de afgelopen maanden? Nou, heel veel. Ja. Zoals voor iedereen natuurlijk. Het was echt bij ons van de een op de andere dag... zijn alle stekkers uit onze projecten... getrokken en stonden wij stil. Ja. Dat was echt van de ene op de andere dag. En wat doet dat met jou? Mag ik eerlijk zijn? Ja. Ik vind het heel fijn. Ja? Ja, omdat ik ben altijd als iemand een feestje organiseert... of een borrel of een wrap... dat ik daar altijd een beetje tegenop zie. Ja. En die zijn nu allemaal weg. En je hebt een excuus om niet... Ik hoef geen excuus ook meer te verzinnen. Dus eerst moest ik zeggen, ja, ik heb geen oppas. Ja. En nu denk ik, nou, ik ga lekker in de tuin zitten. Rob, zijn natuurlijke habitat is eigenlijk... dat mensen op minimaal 4,5 meter blijven. Dus ja. Eigenlijk die anderhalve meter eigenlijk wat... Eigenlijk achteruit gaan. Ja. Dus ik heb wat dat betreft wel een goed... Ja, er zijn natuurlijk ook wel persoonlijke dingen. Ja. Ik kan mijn schoonmoeder niet meer bezoeken. Die zit in een verpleeghuis en zo. Dus het is allemaal wel erg. En ik zie allemaal om me heen dat het allemaal... Het zijn ook wel dingen waar ik een beetje bang van word. Maar voor mij persoonlijk... Ja. Och, heerlijk. En je creativiteit? Ik werk graag met Joep. En wij zijn eigenlijk wat dat betreft gewoon doorgegaan. Dus we hebben een weekje vrijgenomen. En toen zijn we gewoon elke dag weer gaan bellen. En dat doen we niet te vroeg. Kijk, wij werken al een jaar of 10 via Skype eigenlijk. Waren al niet heel... We hoeven elkaar niet te zien om met elkaar te spreken. Nee. Dus Skype gebruiken we eigenlijk voor geluid. Ja. En vervolgens zaten we gewoon in een drive met documenten. Dus daar kun je gewoon niet werken. Is de creativiteit veranderd? Nou, het grappige is dat je even de rust hebt om... want alle projecten die je deed gaan niet door. Dus je hebt heel veel tijd. Ja. En dat betekent dat we een aantal projecten die we nog wel eens van plan zijn om te doen... daar hadden we nu tijd voor. Dus daar zijn we gewoon tijd in gaan steken. En we zijn gaan kijken, wat kunnen we wel doen? Ja. Dus wij doen bijvoorbeeld heel veel events. En bijvoorbeeld deze ruimte, daar hebben we veel gestaan. Ja, want jullie doen heel veel voor het bedrijfsleven, voor ziekenhuizen. Overal waar team, management, mensen bij elkaar komen... om op een nieuwe manier naar hun werk te kijken of naar wat ze doen. Of... Ja, we maken eigenlijk voorstellingen. Ja. Voorstellingen en we maken tv. Dus dit zijn de twee takken. En de events, die werden in één keer lag alles stil. Maar toen zijn we eens gaan kijken. Nou, wat kunnen we wel? Dus we hebben een webcast zijn we aan het ontwikkelen. Of die hebben we eigenlijk ontwikkeld. En dat vereist een heel andere creativiteit. Dus dat is ontzettend leuk om te doen. Ja, want ik had het net even over met iemand die heeft een heel bedrijf. En dan is het heel moeilijk om jezelf... het is niet moeilijk om jezelf opnieuw uit te vinden. Maar dan moet je er weer tijd voor hebben. Moet je in investeren en zo. Bij jullie is dat misschien de lijn wat korter. Nou, kijk, wij hebben God op ons blote knietjes gedankt dat wij geen kantoor hebben. En geen personeel. Ja. Want daardoor zijn we flexibel. En we houden het ook wel een paar maanden uit. Dus de zorgen waren we niet zo. We hebben niet gelijk financiële zorgen. Wij verkopen formats en we maken televisieprogramma's. Ja. Dus we hebben eigenlijk heel vaak de kans om zelf producent te worden. Ja. En mensen in te huren en aan het werk te zetten. Maar jullie hadden een soort financiële buffer waardoor je niet gelijk in de vlekken schiet. Nu. Ja. Als je even... Misschien een half maand. Dat een half jaar geen werk hebt, dat is natuurlijk niet... Dat is bij ons niet gelijk heel rampzalig. Precies. Dat geldt natuurlijk voor de meeste mensen wel. Laten we dat, zeker. Maar daarvoor zitten we hier ook. Want, precies. We hebben eigenlijk een redelijk positief verhaal. Want we houden het wel uit. En we krijgen weer creatieve ideeën. Dus we hebben tijd daarvoor. Dus er zitten heel veel positieve dingen kanten aan. En we kunnen ons makkelijk verplaatsen ook in mensen die geen buffers hebben. En want dat hebben we ook allemaal meegemaakt natuurlijk, die fases. Ja. Jarenlang, decennia lang misschien. Precies, wel. Want helpt het dat jullie al zo lang in het vak zitten? Ja, dat denk ik wel. Ja. Kijk, wat wij vooral doen is gewoon... En wat iedereen moet doen, maar wat wij wel ons werk van maken... is gewoon meebuigen met wat er gebeurt. Ja. En wat er nu gebeurt, dat heeft natuurlijk geen precedent. Het is nog nooit vertoond.
Maar wij proberen wel mee te buigen wat Joep zegt. Gewoon denken van waar kan nu onze creativiteit naartoe? Ja. En als je dan een beetje buffer hebt, dan is dat fijn. En die buffer heb je wel dankzij dat je dat al 20 jaar hebt gedaan. Precies. Ja. Dus als je nu in je begin 30 bent, je bent... Ja, weet ik veel. Muziekinstrumenten maken. Je hebt een mooie opleiding achter de rug. Ja. En je denkt, nu ga ik de wereld veroveren. Ja, ja, ja. Dan zitten wij hier wel makkelijk te praten. Ja. Eigenlijk. Dus we zien om ons heen alle ellende. En ook, weet je, wij werken natuurlijk via eventbureaus. Weet je wel. Ja, dat is natuurlijk rampzalig nu. Ja. En ik heb natuurlijk allemaal... Ik heb 30 jaar in theater gestaan. Dus ik zie al die theaters. En ik ken al die directeuren. En het is natuurlijk verschrikkelijk. Met name die theaters, wat nog heel lang gaat duren. Ja. Dus je, en de collega's, kijk, er zijn collega's die kunnen best wel een jaartje zonder inkomen. Een paar. Ja. Maar je ziet ook al die beginnende. Ja, je hebt contact met mensen die net opkomen. Precies. En ineens zakt hun wereld in elkaar. Ja, ja, en we zien net aan hoe alles met elkaar verbonden is. Hè? De postermakers de koffiejuffrouw in het theater. Zeker, ja. Ik bedoel, al die dingen die zijn aan elkaar verbonden. Maar het is ook mooi om te horen hoe je leert omdenken van zo'n situatie. Als je wel in de gelegenheid bent om daar tijd en energie aan te besteden. Ja. Ja. Wat levert jullie het nu op? Nou, we hebben een. Er is geen EK dit jaar. Ja. Dus toen dachten wij, misschien moeten wij juist voor al die mensen die dat EK heel erg missen, wat denk ik de helft van de Nederlandse bevolking is, een programma maken waarin we naspelen. Wel eens... Ja, precies. Een soort van. Maar dan in een soort van satirische quiz hebben we. En er is nu 99% kans dat we die gaan maken. In juli en augustus nog klein voorbehoud. Ja. Ja. En dat is echt. Dat is gewoon toegankelijk op het internet. NPO 1. Voor de NPO 1. Of gewoon op televisie. Nee, ja. NPO 1. Oh, gewoon een tv-programma. Kijk, op Nederland 1. Heel goed. Nee. En die had er niet geweest zonder corona. Dus dat is echt meebuigen. Ja. En dat ze ook geluk hebben. Want voor hetzelfde geld hadden ze gezegd, nou, we hebben er geen zin in. Maar we hadden veel plannen. We hebben wel 8 plannen gemaakt of zo. Ja. Dus, alle producenten gingen natuurlijk plannen maken ook voor de corona. Ja. Dus dat is hartstikke goed. Alleen, er is natuurlijk niet zoveel plek. Nee. Dus je moet ook een beetje mazzel hebben. En met onze eerste 7 plannen hadden we geen... geen mazzel. Nee. En nummer 8 dachten we in begon, nou, dat gaat ook niet gebeuren. En ineens ging het wel. Want daar hoor ik ook mensen over. Hè? Want die zeiden van, god, er zijn er allemaal artiesten die op het internet wat doen. Hè? Maar die bieden dat in eerste instantie allemaal nog gratis aan. Ja. Want ze zoeken überhaupt naar nieuwe uitlaatklep. Ja, maar dat is natuurlijk de crux. Ja. Bij dit hele... Kijk, ik denk dat voor, niet alleen voor mij en voor Joep, maar ik denk voor heel veel mensen die creatief denken, is dit... In principe niet zo'n erge periode. Want die mensen die hebben een lenige geest. Ja. Dus het feit dat ze even een paar dingen niet kunnen doen. Of wat maakt het uit? Arthur Chopin las ik een interview mee. Die zit in Frankrijk in zijn huis. Die zei, ik vind het heerlijke tijd. Want ik hoef toch niemand te zien. En ik kan nu echt boeken schrijven. Dus ik denk dat voor veel creatieve mensen dat wel geldt. Maar het feit dat er geen geld is. Ja. Dat mensen omvallen en dat is natuurlijk, dat is het grote probleem hier natuurlijk. Ja, en wat je zegt, de hele wereld eromheen die ervan afhankelijk is. Ja. Ja, alle technici en de theaters en de horeca en de ontwerpers die zijn natuurlijk allemaal afhankelijk van precies. Die opdrachten. Ook en zelfs die, als je allemaal aanpast en nieuwe manieren vindt, moet dat in die end ook weer geld opleveren. Zodat mensen hoe is het voor leven. Jou, Daphne? Heb jij al aan deze kant mogen zitten? Nee, ik heb nog niet aan die kant gezeten. Hoe gaat het met jou dan? Mijn programma liep net vorige week af, dus dat was een beetje een eind. En ik ben nu met een boek bezig, wat natuurlijk op zich een hele fijne bezigheid is. Had je dat al gepland, dat boek? Of dat had dat? Ik al gepland, ja. Dus kijk, in dat opzicht, en ik ben een van die happy few, wat ik me heel goed realiseer. Dat er ook mensen zijn die van hun kunst en cultuur al heel goed kunnen leven en een jaartje of 2 jaartjes kunnen doorleven als de nood aan de man is. Maar ik besef me ook dat er heel veel mensen zijn die dat niet kunnen. En ik ben ermee eens dat dit een zaadje is dat gevoed moet worden, omdat anders heel veel doodslaat. En dat we straks geen vruchten meer van kunnen. Nou, zeker al die zzp'ers. Die krijgen natuurlijk de klappen nu. Ja. Ja, anders krijgen ze straks alleen maar boeken geschreven door succesvolle mensen zoals jij. Dat wil je niet, zeg ik. Dat zou heel jammer zijn. Kaalslag voor de literatuur. Ja. Die quiz. Dus dat gaat over de voetbal. Ik ben ook enthousiast voetbal. Kijk, we hebben dit soort grote toernooi. Kun je al een beetje een tipje van de sluier oplichten over wat we daar kunnen verwachten? Wat voor soort type vraag moet ik aan denken? Nou, het gaat echt alle kanten. Want we willen aan de ene kant de serieuze voetbalfan bedienen. Maar het is NPO 1, dus het moet ook breed zijn. En, geen gemakkelijke opgave. Nou ja, dat is ook zo. Ja. Alleen, dat is ook alweer een uitdaging. Ja. Maar ben je voetbalkenner? Want ik zie me toevallig een vraag te binnen. Ja, zeg maar. Kluivert, die was topscorer op een EK. Weet je welke EK dat was? Wil je een jaartal? Ja. Kluivert,
Maar daar gaan we niet eens naar vragen. Nee, dat is niet eens de vraag. Het is eigenlijk om te kijken of je überhaupt wat weet. We zitten nu in 2020. Vader Kluivert, hebben we het over. Patrick, hè? Ik zeg 2016. Nee, 2000. Ja. Oh, echt? Maar hij scoorde 5 keer. Maar er was nog iemand die 5 keer scoorde. Sorry, 2016. Ik bedoelde... Nee, ik bedoelde... Je bedoelde 2000. Ja, 2006. Er was nog iemand die 5 keer scoorde. En hij kreeg 3 opties. Was dat Mladic? Was dat Milosevic? Of was dat Karadžić? De middelste. Ja, dat was goed. Milosevic. Ja. Dat is waarschijnlijk geen familie van de dictator. Nee, maar, dat mag ik ook nou, dat soort vragen dus. Ja. Met een twist. Ja. Kijk, met een beetje gokken kunt u dus gewoon mee doen naar die quiz. En dan komt het uiteindelijk toch nog goed. Win je het, zeker. Ik zei het al, wij tellen gewoon lekker op. We doen het wel zorgvuldig, maar toch ook wel weer dat je het hele gezin erbij op mag tellen. Dus voor hoeveel mensen ga je tekenen? Voor wie kan jij spreken? Wij zeiden net 10. Ja. Maar toen zeiden ze, je familie mag ook. Dan zitten we al meteen aan 20 met z'n 2. Oh, wat heerlijk. Dus het gaat heel hard. Ja. En we hadden een mooie pilot voor een televisieprogramma, wat er uiteindelijk niet gaat komen. En dat had natuurlijk gewoon 2,5 miljoen kijkers, 5 miljoen kijkers. Nou, die kan je gewoon... Ik zou zeggen, zet ze er gewoon bij. Zet ze erbij. Jongens, jullie mogen je naam gaan opschrijven. Top. Ik wens jullie heel veel succes en wat fijn dat we jullie deze zomer gewoon kunnen zien op NPO 1. Wanneer gaan jullie starten? Het staat gepland op 16 juli. Heel 16 juli. Nog een klein voorbehoud. Heel goed. Dankjewel, mannen. Okay, ga naar het scherm. Dank.